beginnen. Eind jaren 70 is het zuiden van Libanon een brandhaard. Christelijke en moslimmilities zijn verwikkeld in een burgeroorlog. En het Israëlische leger trekt op tegen Palestijnse strijders die er hun uitvalsbasis hebben. Om de strijdende partijen uit elkaar te houden, richten de Verenigde Naties bufferzones in. Gecontroleerd door een internationale troepenmacht, waaraan Nederlandse militairen deelnemen.